Een hele goede middag, lieve stripvrienden, comicfans en andere fanaten. Hier weer een stripvlog van jullie stripverzamelaar. Ja, het is zondag 26 mei, de day after in de Toy Zone, waar ik een heerlijke dag heb beleefd. Veel vrienden gezien, veel mensen van de Collectors Café, maar ook bijvoorbeeld van de community. En ja, ik heb gewoon leuke dingen weer gekocht. En toen ik eigenlijk thuis kwam gisteren, toen lag er weer een pakketje bij mij in de bus. En dan zou je zeggen, jongen, je zou toch stoppen met je comics, je hebt geen ruimte meer. Is ook waar. Alleen dit is eigenlijk een pakket die ik vorige week al had binnen moeten krijgen. Toen waren een aantal uitgevers waren te laat met leveren. En daarom heeft Volt 13, want daar heb ik ze besteld, ze gisteren alsnog allemaal geleverd. En ja, het voorziet natuurlijk allemaal weer van wat stickertjes en een boekenleggertje. En ze hebben er tevens weer wat Free Comic Book Days bij gedaan. Die begin mei zijn verschenen, zoals deze Turtles. Ik heb hier de Energon Universe. Ik heb ook weer een Hellboy. Spider-Man Ultimate Universe. Ik heb ze allemaal al een keer ontvangen, maar ik laat ze even vluchtig aan jullie zien. Want ja, het krijgen van zoveel boekjes is natuurlijk fantastisch. Deze had ik nog niet. Dit is van Matt, van het tijdschrift. En dat is dus eentje ook met Superman voorop. Waarbij die ook zegt, this is a job for, oh crap, I'm already in costume. dat vond ik ook wel tof. En die had ik dus nog niet. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En deze, Barbaric. Ik had deze wel eens gekregen, alleen ze hebben nu een andere cover erbij gedaan. Wel grappig dat ze dan allemaal gratis dingen aan mij geven. Dus daar was ik super blij mee. Maar waar het eigenlijk mee begon. Kijk, deze order is in twee delen is die naar me toegekomen. In eerste instantie een paar boekjes die ze al wel hadden. En gisteren dus de ontbrekende die ze nog niet konden leveren. En als bedankje voor het wachten kreeg ik gewoon deze. Ja, en dit is Deadpool vs. Wolverine. Of eigenlijk World War 3 Wolverine. En dit is een one per store comic. En ja, dat is geweldig. Want dit zijn hele speciale. En die kreeg ik gewoon gratis als bedankje voor het wachten. Dus ja, Vol 13, die verwendt ons wel, hè, zeg ik maar. Dus dank je wel daarvoor. Ja, en hieronder zie je dus de comics die ik bij hen besteld heb. Gisteren in de Toyzone video hebben jullie al gezien dat ik wat covers kocht van Transformers. Met deze hele gave logo en dan een figure erbij. Ja, dit is er eentje van Devastator op nummer 6. En ja, ik vond deze zo fraai dat ik die nog niet kon laten liggen. Ik heb deze ook gekocht en al gelezen. Die zal ik morgen bij Bammer de Bam eventjes doornemen. Dit is Creature from the Black Lagoon Lives. Ook een gave cover. En ook deze ga ik morgen even bespreken. Dit is de Ultimate X-Men nummer 3. En ja, Peach Momoko, ik vind het toch wel steeds leuker worden. Dus interessante comic. Deze heb ik nog gekocht. Dit is de Amazing Spider-Man Blood Hunt. En ik vond het vooral vet om deze blank cover te kopen. Zo helemaal in het rood. Ook eens wat anders. Uiteraard facsimile. Ja, we hopen eigenlijk dat hij tot nummer 300 doorgaat, hè, Michael Minnebo. Ik was gisteren bij hem langs gegaan en op basis van een bericht van Comic Talk NL die dat toen ook aangaf, hoop ik ook dat ze dat gaan doen. Het is toch wel heel erg tof om al die oude comics weer in zijn originele staat te lezen. Dit is 256. Ik heb Redcoat nummer 2 gelezen. Ook weer heel erg gaaf. En deze heb ik dan extra binnengekregen nu. Dat is de Blue Book. Ik heb er al een aantal deeltjes van gekocht. Gaat een beetje over het Roswell incident. Allemaal ook in die kleuren opgetekend. Erg gaaf om die te hebben. Deze moet ik nog lezen. De Rook Exodus nummer 2. Ook een geweldige serie om te lezen. Ja, en David Nakayama op deze Catwoman. Toch ook weer een beetje op basis van cover. Maar ik ben al die reeksjes aan het sparen van Nine Lives. Dus ook erg leuk om te lezen daarnaast. Ja, Stefan Sejic, hele mooie cover op een Wonder Woman. Gave tekenaar, ook vrij om deze te ontvangen. Ja, en deze hadden ze gewoon vrij goedkoop in de store. Dit is Bloodhunt nummer 2 van Gabriel Del Otto. Dat is een connecting variant. En volgens mij is dit een 1 op 10 normaal gesproken. Maar erg gaaf om die te vinden. Ja, deze dan. Dit is een hele gave foil op de Turtles Black, White en Green. Want er bestaan natuurlijk de laatste tijd veel van die reeksen met Black, White en Red. Maar dit is dus logisch green vanwege de Turtles. Erg gave comic, mooi ook. Ja, en dan Gun Honey. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik hou wel van mooie vrouwen. En dit is ook een gave cover. Ik ben benieuwd. Volgens mij is dat een reeks die al langer bestaat. Maar ik ken hem nog niet. Dus erg leuk om die eens te beginnen. En als laatste deeltje 3 van I Heart Skullcrusher. Ik heb alleen nummer 2 niet. Die hadden ze steeds maar niet op voorraad. Dus ik hoop dat ik die nog ergens tegenkom. Want ik vond het ook een leuke serie. Een beetje in een soort anime stijl. Dus dit zijn toch weer comics van Vol 13. Waar ik ze ga laten. Nou ja, ik heb gisteren natuurlijk van Dave Kloosterman weer wat boxen gekregen.
Dus daarmee geeft het ook weer wat lucht en kan ik weer wat opbergen. En dat zorgt er toch voor dat ik weer een beetje doorga met sparen. Ja, we vinden het gewoon te leuk, hè. Echt stoppen gaan we nooit als verzamelaar, denk ik. Maar zijn er wat tegengeluiden, hoor ik ze graag. Maar ik wens iedereen natuurlijk nog een mooie zondag toe. En op naar een volgende vlog maar weer.